In de muziekbibliotheek mochten we een aantal stukken van Kwapil bekijken, want bladmuziek is meestal heel erg lastig om te vinden. En ik mocht eventueel één stuk uitkiezen om meer kennis daarmee te maken. En toen ik dit stuk zag... spelend, maar alleen kijkend naar de eerste bladzijde, mijn beslissing was meteen duidelijk. Ik wou deze muziek hebben. Een andere ontdekking was Jaroslav Krzyczka. Vier intieme stukken die hij als een kerstcadeautje aan iemand heeft opgedragen. Zijn dit hele kleine verhaaltjes waar alles in zit. Aan het begin het melancholische, trieste, wat op een gegeven moment sprookachtig wordt en gepassioneerd in het tweede deel helemaal uitbloeit. Of in het derde deel enorm teder klinkt. Vyacheslav Novak. Er zijn natuurlijk heel veel Novaken. Hè? Dus Vyacheslav Novak, hij was samen met Jozef Suk een van de belangrijkste leerlingen van Antonin Dvorak. En dat kun je ook in zijn muziek horen. De warme, lyrische, het beginnetje van het eerste lied van zijn winterliederen. Om te stoppen als je zo'n stuk speelt. Het neemt je gewoon helemaal mee in de sfeer, in het verhaal. En zo is hij.